Hoi, welkom bij een nieuwe video. India zit vol met mysteries en ongelooflijke ontdekkingen uit een ver verleden. In deze video praten we over dingen die je niet wist over het oude India. Ben je nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je abonneert en op de meldingsbel drukt. En voordat we beginnen, geef de video ook een like. Yeah! 10. De Universiteit van Nalanda. In de Indiase staat Bihar heeft de archeologische site van Nalanda Mahavihara historische betekenis. Het omvat de overblijfselen van een monastieke en educatieve instelling die dateert van de 3e eeuw voor Christus tot de 13e eeuw na Christus. Deze site bevat stupa's, heiligdommen, vihara's, woon- en onderwijsstructuren en opmerkelijke kunstwerken in materialen zoals stukwerk, steen en metaal. Nalanda Mahavihara staat bekend als de meest eerbiedwaardige universiteit van het oude Indiase subcontinent. Gedurende een ononderbroken periode van 800 jaar speelde het een cruciale rol in de georganiseerde verspreiding van kennis. De evolutie ervan weerspiegelt de groei van het boeddhisme tot een religie en het bloeien van monastieke en onderwijstradities. De architectonische opzet veranderde van clustering rond de stupa Chaitya naar een formele lineaire uitleiding langs een zuid-noordas. Deze site beïnvloedde de standaardisatie van vihara-architectuur en de ontwikkeling van tempelachtige chaitya-structuren die vergelijkbare instellingen in Zuid-Azië en Zuidoost-Azië beïnvloeden. 9. Het epische Mahabharata. In het oude Indiase epos, de Mahabharata, ontvouwt het verhaal zich rond twee koninklijke takken, de Pandava's en de Kaurava's, verwikkeld in een strijd om de troon van Hastinapura. Dit epische werk, gecomponeerd door Krishna Dwaipayan Vyasa, bevat ongeveer 100.000 verzen, waardoor het een van 's werelds langste gedichten is. Men gelooft dat het in de 4e eeuw voor Christus of eerder is ontstaan, en het verhaal speelt zich af in het Indiase subcontinent en de omgeving ervan. Het verhaal begint met koning Shantanu, die trouwt met Ganga en later verliefd wordt op Satyavati. Haar vader eist echter dat haar nakomelingen de troon erven. Shantanu's zoon, Devavrat, geeft zijn rechten op de troon op en staat bekend als Bhishma. Satyavati en Shantanu krijgen 2 zonen en na de dood van Shantanu speelt Bhishma een cruciale rol in het beheer van het koninkrijk. Wanneer Satyavati's zonen volwassen worden, sterft er een in een schermutseling, waardoor de jongere Vichitravirya koning wordt. Bhishma regelt huwelijken voor Vichitravirya met prinsessen, maar hij sterft kinderloos. 8. De IJzeren Pilaar van Delhi. Indiase sculpturen kunnen soms vreemd of onconventioneel lijken voor degenen die niet bekend zijn met de subtiliteiten van Indiase kunst en cultuur. Een intrigerend aspect van de oude Indiase cultuur is de aanwezigheid van verschillende teksten en sculpturen die een meer open en diverse kijk op menselijke seksualiteit tonen. De Kama Sutra, meer dan 2000 jaar geleden geschreven, is misschien het meest bekende voorbeeld. Daarnaast staat in New Delhi, India, een oude ijzeren pilaar die roest trotseert en de nieuwsgierigheid van velen wekt. Ondanks zijn onopvallende uiterlijk is deze 6,7 meter hoge pilaar meer dan 1600 jaar oud, wat verbazingwekkend is voor ijzeren structuren. Sommigen hebben het een buitengewoon voorwerp op een onverwachte plek genoemd vanwege zijn onverwachte duurzaamheid. Dergelijke voorwerpen worden vaak beschouwd als vooruitstrevend of afkomstig uit een ander tijdperk. De ijzeren Ashoka-pilaar is echter geen mysterie zoals sommige andere beweerde artefacten. 7. De kunst van de Ajanta-grotten. De Ajanta-grotten in Maharashtra, India, vormen een hoefijzervormig complex van 29 oude grotten die dateren van de 2e eeuw voor Christus tot 650 na Christus en zijn aangewezen als UNESCO werelderfgoed. Met alleen hamers en beitels met de hand uitgehouwen, hebben deze grotten enige achteruitgang ondergaan als gevolg van toerisme en onderhoudsproblemen. Desondanks staan de Ajanta-grotten bekend om hun opmerkelijke muurschilderingen, schilderijen en beeldhouwwerken die voornamelijk het dagelijks leven van Boeddha en de Jataka-verhalen afbeelden. Deze kunstwerken zijn geschilderd met materialen zoals koeienmest en klei in een palet van bruin, geel, zwart en wit en maken gebruik van de tempera-techniek. Enkele opmerkelijke schilderijen zijn onder andere Bodhisattva Padmapani in grot 1, waarin het verleden van Boeddha wordt afgebeeld, en koning Janaka en zijn vrouw in grot 1, die zijn keuze om het wereldse leven af te wijzen uitbeelden, evenals een plafondschildering van een Persische ambassadeur in grot 1, die de Persische culturele invloed in het oude India symboliseert. Ondanks hun ouderdom blijven de Ajanta-grotten een fascinerende bestemming voor geschiedenisliefhebbers, fotografen, studenten en toeristen om de Indiase kunst en cultuur te verkennen. 6. De grote stupa van Sanchi. De grote stupa van Sanchi, meer dan 2000 jaar geleden gebouwd door keizer Ashoka, is een prominent symbool van het boeddhisme. Gelegen bovenop een heuvel blijft het het spirituele hart van de regio, omringd door kleinere stupa's, kloosters en tempels die in de loop der eeuwen zijn toegevoegd. Oorspronkelijk kleiner en gebouwd met grote bakstenen en moddermortel, werd het uitgebreid tijdens de Sunga-periode,
met later toegevoegde gedetailleerde poorten. Het ontwerp van de stupa symboliseert de kosmische berg, met een harmika erop, die het boeddhisme's drie juwelen vertegenwoordigt. De Boeddha, de Dharma en de Sangha. Bezoekers kunnen via trappen toegang krijgen tot een circulair terras voor circumambulatie. Stenen balustrades stuiten een processiepad op de begane grond af. De vier kardinale poorten zijn versierd met ingewikkelde beeldhouwwerken die boeddhistische symbolen en historische scènes afbeelden. Met name de symbolische Boeddha in plaats van als een menselijke figuur. Deze poorten werden toegevoegd in de 5e eeuw na Christus en tonen de blijvende toewijding geïnspireerd door keizer Ashoka's nalatenschap in Sanchi. 5. Ellora-grotten. De Ellora-grotten, gelegen nabij Aurangabad in Maharashtra, India, bestaan uit 34 kloosters en tempels uitgehouwen in een basaltrots die zich uitstrekt over meer dan 2 kilometer. Daterend van 600 na Christus tot 1000 na Christus onthullen deze grotten het rijke culturele erfgoed van het oude India. Dit opmerkelijke complex toont de coexistentie en religieuze tolerantie tussen boeddhisten, hindoes en jains. De grotten zijn in 3 fasen uitgehouwen die verschillende geloofssystemen weerspiegelen. De vroegste grotten, 1 tot 12, illustreren het Mahayana-boeddhisme. De Brahmaanse grotten, 13 tot 29, inclusief de beroemde Kailasa-tempel, grot 16, werden gebouwd tussen de 7e en 10e eeuw. Grot 16 staat bekend als een hoogtepunt van rotsarchitectuur, versierd met ingewikkelde beeldhouwwerken. De laatste fase, grotten 30 tot 34, vertegenwoordigt de Jain-filosofie en toont delicate beeldhouwwerken en schilderijen gewijd aan de Digambara-secte. De Ellora-grotten bieden een boeiende blik op de kunst, cultuur en religieuze diversiteit van het oude India, waardoor ze een onschatbare culturele schat zijn. 4. De Vedas, oudste raadsel ter wereld. De Vedas, oude teksten, geschreven in het Vedisch Sanskriet tussen 1500 en 500 voor Christus, zijn de oudste geschriften van het hindoeïsme, een van 's werelds oudste religies. Deze teksten zijn verdeeld in 4 hoofdcategorieën, de Rigveda, Samaveda, Yajurveda en Atharvaveda, die elk verschillende doelen dienen in de Vedische traditie. De Rigveda, de grootste en belangrijkste, bevat hymnen en mythologische verhalen. De Samaveda richt zich op religieuze rituelen, terwijl de Yajurveda instructies geeft voor deze rituelen. De Atharvaveda bevat spreuken en bezweringen. De Veda's werden mondeling overgedragen voordat ze werden opgeschreven en hun auteurs zijn grotendeels onbekend, met de nadruk op ideeën in plaats van de individuen erachter. Deze teksten weerspiegelen de religieuze praktijken en overtuigingen van die tijd, waaronder de verering van verschillende godheden. 3. Ayurveda, medische praktijk. Ayurveda, een oud-Indiaas medisch systeem dat teruggaat tot 5000 jaar geleden, combineert natuurlijke geneesmethoden en kruidengeneesmiddelen om een goede gezondheid te bevorderen. Deze holistische benadering is gebaseerd op het evenwicht van 3 menselijke toestanden, vata, pitta en kapha. Wanneer deze toestanden in harmonie zijn, gedijt de gezondheid, maar onbalans kan leiden tot ziekte. Kruiden spelen een centrale rol in de Ayurvedische geneeskunde, met meer dan 15.000 vermeld in oude teksten, hoewel er ongeveer 900 vandaag de dag veel worden gebruikt. Deze kruiden, zoals neem, gember, ashwagandha en kurkuma, bieden verschillende gezondheidsvoordelen. De leer van Ayurveda omvat niet alleen fysieke gezondheid, maar ook levensduur, waarbij de nadruk ligt op hoe wijs en voorspoedig te leven. 3 oude teksten, de Charaka Samhita, Sushruta Samhita en Astanga Hidraya, vormen de basis van de Ayurvedische kennis en behandelen gebieden van algemene geneeskunde tot chirurgie. Dit traditionele geneeskundesysteem heeft onderzoek en ontwikkeling geïnspireerd en heeft veilige en effectieve kruidenproducten voortgebracht. 2. Het Bakshali-handschrift. Het Bakshali-handschrift, ontdekt in 1881 in het huidige Pakistan, is een belangrijk oud-Indiaas wiskundig geschrift. Het is geschreven op berkenbast en wordt beschouwd als een van de oudst overgebleven manuscripten in de Indiaase wiskunde. Hoewel er debat is over de exacte ouderdom, wordt aangenomen dat het dateert uit een periode tussen 224 na Christus en 993 na Christus. Het handschrift bevat het vroege gebruik van een nulsymbool in de Indiaase wiskunde en is geschreven in een vorm van Sanskriet beïnvloed door hedendaagse dialecten. Een boer vond het handschrift in het dorp Bakshali en het eerste onderzoek werd uitgevoerd door A.F.R. Hoenle. Later onderzocht en publiceerde G.R. Kai het werk in 1927. Het handschrift is een compilatie van wiskundige regels en voorbeelden gepresenteerd als problemen met oplossingen. Het behandelt verschillende wiskundige onderwerpen zoals rekenkunde, algebra, meetkunde, breuken, vierkantswortels, vergelijkingen en meer. 1. De Indusvalleibeschaving. De Indusvalleibeschaving, ook bekend als de Harappan of Saraswati-beschaving, behoort tot de oudste beschavingen ter wereld. Het ontstond in het Indiase subcontinent ongeveer 5000 jaar geleden, gelijktijdig met het oude Egypte en voorafgaand aan de vroegste Sumerische steden in Mesopotamië met ongeveer 1000 jaar.
Deze prachtige beschaving, net als die in Egypte en Mesopotamië, ontwikkelde zich onafhankelijk zonder significante invloed van andere samenlevingen. Gelegen nabij de Indusrivier, een van de langste rivieren van Azië, omvatten de goed geplande steden van deze beschaving Mohenjo-Daro, Kojiji en Chanyu-Daro. Deze steden stonden bekend om hun geavanceerde stadsplanning met grid-gebaseerde layouts, geavanceerde watersystemen, brede geplaveide straten en rioleringssystemen. Hoewel de exacte bevolkingscijfers onzeker blijven, hebben de grote stedelijke centra zoals Mohenjo-Daro en Harappa mogelijk ongeveer 30.000 tot 40.000 mensen gehuisvest. De Indusvalleibeschaving strekte zich uit tot buiten het huidige Pakistan, tot delen van noordwestelijk India en noordoostelijk Afghanistan. Ben je ooit in India geweest? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef deze dan een duim omhoog. Als je meer video's wilt zien die we hebben gemaakt, klik dan op één op het scherm of kijk op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.